Melissa, jeetje, wat startte Antoinette op de Duitse snel? Ja, dat is te verwachten, dat is altijd zo. En ik ben best een langzame opener, dus... Je kwam er nog een beetje dichtbij. Ja, inderdaad. Ik kruis nog een keertje onderdoor. Dat is hartstikke goed. Ja. Je verliest een beetje. Had je dat verwacht of niet? Ja, niet gehoopt natuurlijk. Ik had het wel verwacht. Ik ben geen 1000 meter rijder. Ik weet dat zij daar beter in is. En misschien in een rechtstreeks duel kan ze de laatste bocht nog gewoon onderdoor komen. Als we geen rechtstreeks duel hadden gehad, dat het misschien net anders gelopen. Maar ja, zo gaat het niet. Dus, Ik zag je voor de race nog eventjes met Erik en Jeroen, je coaches. Volgens mij de bewegingen van de rit doornemen, zeg maar een half uurtje voor de race buiten stond je. Wat deed je precies? Want je was zo aan het... Reed je echt die rit in gedachten? Ja, ik was mijn plan aan het vertellen, soort van hoe die ging en wat ik aan ging doen en waar ik over na ging denken. Dus, Ja, maar dat was heel mooi om te zien dat je dan echt al die slagen ook met je armen dan duidelijk maakte. Ja, dan denk ik gewoon echt precies in mijn hoofd hoe het gaat en dan zie ik het gewoon voor me. Dus, Maar reed je de hele race? Dan vertelde je de hele race? Was je zeg maar 1 minuut en 20 seconden bezig? Nou, dat weet ik niet precies. Ik heb geen klokwatje of zo'n stopwatje naast hangen, maar dan rijd ik gewoon wel de bochten en de rechtstukken denk ik gewoon over na.